Hallo beste kijkers van de Dutch Bunker Boys. Vandaag zijn we weer op verlaten locatietour. Vandaag zijn we aangekomen in België bij Villa Prairière. Het is een klein villaatje. Maar het ziet er wel leuk uit. We zijn nu even bij de schuur aangekomen. Ik zal even een lichtje aandoen voor jullie kunnen het beter zien. Dit is het schuurtje. Er staat niet veel spulletjes in. Ik denk dat er in het villaatje ook niet heel veel spullen meer staan. En dan gaan we straks een kijkje neer binnen. Ik zou zeggen, nou, dan gaan we even heen lopen. Deze locatie ligt langs een drukke weg waar veel auto's rijden, dus we moesten een beetje uitkijken. En we gaan nu richting de villa. En dan gaan we daar even naar binnen. Nu gaan we naar Villa Prairière. Nou, dit is de buitenkant van de villa. Er is wel wat ramen ingegooid. Niet zo heel veel vandalisme. Ik zie nog geen graffiti's. Hier zijn we aangekomen bij het zwembad van de villa. Dat is een behoorlijk zwembad. Dat is best wel iemand die veel geld heeft gehad vroeger die hier gewoond heeft. Ja, nu is het weer verlaten. Dus laten we even binnen een kijkje nemen. We zijn nu denk ik in de woonkamer beland. Hier is nog een oude kachel. Het stuk van de huis is echt een beetje op gegaan. Dit zien is de vloer helemaal verrot. Dus hier gaan we niet lopen voor we naar beneden zakken. De mooie lampjes nog wat hangt. Open haartje. Heel mooi. Er staan niet zo heel veel spulletjes binnen meer. Het is echt helemaal verlaten. Hier een soort bar. Dan hebben we weer nog oude schakelaar. Ik wil licht doet het niet meer. Het is een klein villaatje, dus het wordt een klein videootje. Ja, elke locatie is stuk weer één. Om even naartoe te gaan. Te kijken wat we aan kunnen treffen. Wat allemaal te zien valt. Ja. Ja, je weet nooit wat je tegenkomt natuurlijk op locaties. Dus, Misschien hebben we ja, nog iets. Is er in een hoek van een woonkamer of zo beland? Ja, ik denk. Hier staan banken. Dit is denk ik de oude keuken geweest. Ja. TV. Als jij even een foto ziet. Nou, de soort zitruimte. TV staat er nog. Kacheltje staat er nog. Afstandsbediening. TV daar. We zagen de trap naar boven, dus laten we even kijken. Een oude open haard. We gaan nu op de bovenste etage kijken van de villa. Ik wil ook een beetje voorzichtig zijn, want ik weet niet hoe goed met de vloering is. Nou, dat was duidelijk de badkamer. Wc's, kast, het bad. Hier zie je wel een kast nog staan, papieren. Hier is de master bedroom zo te zien. Nou, de kleding staat hangt in de kast.
Hier wat broeken. Even hier kijken, hier is nog zo'n bijkeukentje. Hier nog een slaapkamertje. Je ziet wat meer spulletjes van de oude eigenaren achter is gebleven. Ja, ben je buiten? Ja. Kom maar aan. Nou, dit was het denk ik voor deze video. We gaan even beneden kijken of we het buiten nog kunnen zien. Kijk, boven een beetje gevaarlijk, Dave. Dit is de buitenkant van de villa. Dit was Villa Perrière. Vind je dit ook een vette video? Abonneer op ons YouTube kanaal. Check ons Facebook pagina. En like ons pagina. We hebben ook Instagram. Heb je een reactie? Laat hem achter op onze comments van het YouTube kanaal. En dan zien we je graag bij het volgende avontuur. Laters!